Hallo en hartelijk welkom bij alweer de 6e aflevering van Kanaalstart. Mijn naam is Geoffrey van Tube de Taal en in deze serie laat ik jullie samen met het kanaal Hoe Gaat Dat zien hoe wij samen een splinternieuw kanaal lanceren. In de voorgaande afleveringen hebben jullie al kunnen zien hoe wij het kanaal voorbereid hebben en hoe de jongens van Hoe Gaat Dat hartstikke mooie graphics voor het kanaal gemaakt hebben. En als je die afleveringen niet gezien hebt, kijk dan even in de beschrijving voor een complete lijst met afleveringen of op onze website www.kanaalstart.nl. In deze aflevering laat ik jullie zien hoe we het kanaal in gaan stellen. Dus we gaan aan de slag op de computer, dus kom maar mee. Oké, en hier zijn we dan op ons nieuwe kanaal, Creator Tools. En zoals jullie zien hebben Tom en Rino en Rick al heel goed werk afgeleverd voor de graphics, een logo, en de banner en de profielfoto. Dat ziet er allemaal mooi uit. Maar nu gaan we dus het kanaal goed instellen, zodat het ook echt goed gevonden wordt en zodat mensen ook echt een leuke tijd weer hebben. En daarvoor moeten we op 3 plekken wat dingen instellen. En als eerste gaan we daarvoor naar de Creator Studio. En die vind je dus hier rechtsboven onder Creator Studio. Nou, zoals je hier ziet, we hebben 0 weergave. Wel bijna 1000 abonnees, dus dat is echt awesome. Maar er gebeurt verder nog niet zoveel. Dus we moeten nog eventjes wat dingen instellen hier. En dat doen we aan de linkerkant. We gaan eerst naar kanaal. En het allereerste dat we gaan doen is het kanaal verifiëren. En dat betekent dat wij YouTube ook ons telefoonnummer gaan geven. Zodat YouTube wat betere mogelijkheden heeft om echt te verifiëren van wie dit kanaal nou echt is. Dus we klikken hier op de knop verifiëren. En wat je dan moet doen is, je moet je land selecteren. En ik doe dat via een sms. En dan moet ik hier mijn telefoonnummer invoeren. En dan ga ik even de video pauzeren. Want ik vind jullie hartstikke lief, maar ik hoef jullie niet zo nodig om een telefoon te hebben. Dus ik zie jullie zo weer terug. En nu is ons YouTube kanaal geverifieerd. Maar als we nou nog meer functies willen doen, dan moeten we ook de inkomsten genereren inschakelen. Dus daarvoor klik je weer op de knop inschakelen. Dus dan klikken we op mijn account inschakelen. Even kijken, voorwaarden voor het YouTube partnerprogramma. Oké, ik ga ermee akkoord. En ik heb ze natuurlijk gelezen. En we klikken op ik ga akkoord. En nu is ons kanaal dus officieel YouTube partner. En ook nog geverifieerd. Dus dat is mooi. En nog een bonus die je hebt als je inkomsten genereren aan hebt staan. Dat is dat je ook video's in kunt plannen. Dus dat betekent als je een video wilt uploaden. Dat je dan op gepland hier kunt klikken. En dan kun je dus een video uitkiezen. Bijvoorbeeld nou deze. En dan kun je hier dus instellen op welk moment die video online moet komen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke handig, want dat zorgt gewoon voor dat je video's van tevoren al klaar kunt zetten. En dat je totale controle hebt over welk exact moment jouw video online komt. En natuurlijk kunnen we nog meer dingen hier instellen. We gaan even kijken bij de standaard instellingen voor uploads. Want het is natuurlijk wel handig dat als je een nieuwe video uploadt, dat je niet steeds alles van de beschrijving en de tekst opnieuw in hoeft te tikken. De titel die gaan we natuurlijk bij elke video anders maken. Maar bij beschrijving kunnen we natuurlijk wel wat dingen doen. Dus hier komt de beschrijving van de video. En die zin gaan we natuurlijk in elke video vervangen door een beschrijving van de video. Maar daaronder is het wel mooi om wat standaard dingen te zetten. Nou, verder kunnen we vast een aantal standaard tekst invoeren. Bijvoorbeeld YouTube spullen, wat nog meer, YouTube materialen. Goed, en hiermee hebben wij dus een soort schabloon gemaakt waar alle nieuwe video's aan moeten voldoen. Dus als wij deze opslaan en wij gaan dan proberen een nieuwe video te uploaden, dan zien wij dus hier zo de titel, dat is in dit geval de bestandsnaam, en hier komt dus standaard het verhaal dat wij net ingetikt hebben. Dus dan hoef je dat niet bij elke video meer in te tikken. Wat hebben we nog meer? Aanbevolen content. Hier kun je dus wat dingen promoten. Je kan dus zeggen van nou, ik wil een bepaalde video promoten. Bijvoorbeeld de meest recente upload. Boom. En die wil ik alleen aan het einde van de video doen. Zodat als mensen aan het einde van de video komen, dan zien ze dus een balkje met hey, kijk onze nieuwste video. En dan kunnen ze daarop klikken. Branding is wel leuk, want daarmee kunnen we een watermerk aan onze video's toevoegen.
En dit zorgt er dus voor dat er rechtsonder in de video een logo komt. En als mensen daarop klikken, dan kunnen ze meteen op ons kanaal abonneren. En dat is wel heel sterk. Goed, dan gaan we nog even naar de geavanceerde opties. En voor de rest gaan we nog een paar zoekwoorden voor het kanaal instellen. Bijvoorbeeld YouTube, techniek, wat nog meer, camera. Aantal abonnees mag weergegeven worden. Je kunt het aantal abonnees ook verbergen als je niet wilt dat mensen weten hoeveel personen op jouw kanaal geabonneerd zijn. Maar ja, waarom zouden mensen dat niet weten? Dus in de Creator Studio zijn we nu klaar. En dan gaan we nu naar onze YouTube-instellingen. En wat je ook kunt doen, is je kunt beheerders toevoegen aan je kanaal. Dus stel je voor dat je dus een kanaal met meerdere personen wil doen, zoals ik wil met Hoe gaat dat? Dan kunnen wij hier dus klikken op beheerders toevoegen of verwijderen. Nou, wij zijn natuurlijk al met z'n tweeën beheerders, maar Hoe gaat dat is de eigenaar van dit kanaal en die zou dus in dit scherm mensen kunnen toevoegen als een extra beheerder. Dit kan trouwens alleen als je kanaal gekoppeld is aan een Google Plus pagina. Nou, als dat niet zo is, dan kun je hier zo op de knop geavanceerd klikken. En hieronder zie je dan ook een link waarmee je dus je kanaal eventueel van een Google profiel naar een Google pagina kan overzetten. Verder kun je hier ook nog een aangepast URL krijgen als je kanaal aan een paar voorwaarden voldoet. En die voorwaarden die vind je hier zo. Die zal ik even je schouder bijpakken. Je kanaal moet minstens 100 abonnees hebben. Hij moet minstens 30 dagen oud zijn. Je moet een foto geüpload hebben en je moet een banner geüpload hebben. Nou, als je dat allemaal gedaan hebt, dan kun je dus hier zo een extra link vinden. Hey, je komt in aanmerking voor een aangepaste URL. Nou, claim deze hier. En dan zie je hier dus. Je ziet er online als volgt uit. YouTube.com, CreatorTools, Google+.com, CreatorTools. Oké, dit is perfect. Daarvoor stemmen we in met de servicevoorwaarden. En op deze manier is dus onze URL gewijzigd. Maar je kunt dit maar één keer doen. Dus als je hier een naam ziet waar je niet tevreden mee bent. En je hebt op dat moment geen optie om dat te wijzigen. Laat het dan nog even zitten. Klik dan gewoon op annuleren. Want ik heb dit bijvoorbeeld 2 dagen geleden ook geprobeerd. En toen had ik alleen als mogelijkheid Creator Tools NL. Nou, dat wilde ik dus even niet. Dus toen heb ik gewoon op annuleren geklikt. En nu 2 dagen later, hey, dan is ook ineens Creator Tools beschikbaar. Dus dat kan nog wel eens wijzigen. Dat is een beetje vaag, maar wacht dan gewoon even als je favoriete naam niet beschikbaar is. Maar dit is helemaal perfect. Dus wij gaan de keuze bevestigen. Perfect. En nu is onze URL dus een stuk makkelijker geworden. YouTube.com/C van channel / Creator Tools. Maar als wij die C nou weghalen, zo, YouTube.com/CreatorTools, dan komen we ook op ons kanaal terecht. Nou, dat maakt het wel heel makkelijk, want dan kun je gewoon op het t-shirt laten drukken. Ga naar YouTube.com/CreatorTools. En dat maakt het ook meteen een stuk makkelijker voor kijkers om je kanaal te vinden. Nu staat alles in de Creator Studio goed en in onze YouTube-instellingen. Dus nu kunnen we het kanaal zelf ingerichten. Je beginpagina moet echt het visitekaartje zijn. En daarvoor heeft YouTube een heel goede optie en dat is de browse-weergave. En die kun je inschakelen als je dus met je muis hier zo naar de rechterbovenhoek gaat, vlakbij de knop abonneren. En dan klikken we hier dus op het potloodje hier zo. En dan krijgen we de optie kanaalnavigatie bewerken. En hier staat de knop browsen. Met de browse-weergave kun je de weergave van je video's aanpassen. En dan wordt dat je standaard tabblad voor al je bezoekers. Nou, die gaan we meteen inschakelen. Oké, we klikken op opslaan. En als we dat dus gedaan hebben, kunnen wij dus een kanaaltred instellen. En dat kunnen we hier zo doen bij het tabje voor nieuwe bezoekers. En hier zo kunnen we zeggen dat we een kanaaltred willen. Verder kun je op de homepagina ook een aantal gedeeltes toevoegen. Bijvoorbeeld de uploads. We zouden kanalen die we geabonneerd hebben kunnen we weergeven, maar die hebben natuurlijk nog niet gedaan. Video's die we leuk vinden kunnen we nog weergeven. Dus op die manier kun je een beetje je eigen homepage opbouwen. En wat daarbij ook wel goed werkt is afspeellijsten maken. Dus als we naar het kopje afspeellijst gaan, dan kunnen we hier een afspeellijst maken. Nou, we zijn een techniekkanaal, dus we zouden zeggen Creator Camera's. Creator Microfoons. Creator
editors. En als je die dan gedaan hebt, dan kun je dus video's die je uploadt dus in een van deze afspeellijsten neerzetten. En je kunt die afspeellijsten natuurlijk ook weer op je kanaal neerzetten door een gedeelte toe te voegen. En bij afspeellijsten kun je dan kiezen voor één afspeellijst. En dat wordt dan bijvoorbeeld Create a Camera's. Kijk, we hebben alvast een paar leuke reacties van kijkers gekregen, dus dat is leuk. En het tabblad over, dat is natuurlijk ook een heel belangrijke. Hier moet je dus een kanaalbeschrijving invoeren. En een kanaalbeschrijving is bedoeld om de kijker alvast een beetje een korte indruk te geven van waar je kanaal over gaat. Dus het eerste stukje, de eerste 2 of 3 zinnen, die zijn heel erg belangrijk. Want dat zijn ook de zinnen die mensen bijvoorbeeld zien als ze met een muis over jouw kanaalnaam gaan. Hier zie je bijvoorbeeld wat kanaaltrailers van andere kanalen staan. En als je daar dus overheen gaat, in dit geval het kanaal van Nick is dit, dan zie je dus ook de eerste 2 of 3 zinnen van zijn beschrijving staan. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Brensky. Ook de eerste 2 of 3 zinnen van zijn beschrijving. Plus nog puntje, want er komt nog een heleboel achteraan. Dus als je daar gewoon goed gebruik van maakt, dan weten mensen precies waar je kanaal over gaat. En dan worden ze misschien ook nieuwsgierig en dan gaan ze dus bij je kijken. Nou, perfect. E-mailadres kunnen we invoeren. Dat wordt contact@creatortools.nl. Prima. En voor de een of andere reden moeten we hier nogmaals ons land goed zetten. Nederland. Website. http. creatortools.nl. En dan zeg ik liever trouwens creatortools.nl. Zo. Nou, Twitter en Facebook, dat komt nog wel. En je ziet dat hij ook meteen hier zo op de banner komt. En als je daar dan op klikt, dan zie je dus ook de website die ik heel snel gemaakt heb. En als ik er zo doorheen klik, dan ziet het er allemaal goed uit. Er moeten natuurlijk nog wel wat video's bij komen, maar het begin is er. Het kanaal is allemaal goed ingesteld. Wat mij betreft kunnen we door naar de volgende stap. Oké, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering over de kanaalinstellingen. Hopelijk weten jullie nu een beetje wat de belangrijkste instellingen zijn waar je op moet letten. Kijk dus ook vooral in de Creator Studio en in je YouTube instellingen, want daar zijn ook heel belangrijke instellingen verborgen. In de volgende video's in deze serie gaan we het hebben over video's maken. Hoe gaat het? Gaat laten zien hoe je intro's en outro's maakt en ik zal jullie laten zien hoe je een video goed uitwerkt. En je kunt natuurlijk alle afleveringen volgen op www.kanaalstart.nl. Dit was Joffrey van YouTube Taal. Veel succes met jouw kanaal!